واجبات الصلاة ثمانية. De verplichte handelingen van het gebed, deze zijn iets, die wijken iets anders af in de regelgeving van, ten opzichte van de pilaren. نعم. الواجبات دون الأركان. أركان أعلى. Ja, de pilaren staan boven de verplichtingen. Het is allemaal verplicht, maar ze staan er even iets boven. Als het gaat bijvoorbeeld om degene die het uit vergeetachtigheid bijvoorbeeld verricht. لا شك لا بد أن نحافظ على الشروط الأركان الواجبات حتى على السنة. We verdienen te waken over de voorwaarden en de pilaren en zelfs de aanbevolen handelingen. Zodat het gebed compleet is en meer in beloning. Alle vormen van takbir, dus alle takbir, elke plaats waar je Allahu Akbar zegt in het gebed, is verplicht, is wajib, dus verplicht. En anders dan de takbirat al-ihram. نعم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. Het zeggen van سبحان ربي العظيم in de rukuu. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. Het zeggen van سمع الله لمن حمده bij terugkomst van de rukuu, zowel voor degene die achter de imam bidt als voor degene die het gebed leidt. قول ربنا ولك الحمد للجميع إمام ومنفرد ومأموم. ربنا ولك الحمد. Deze dua is zowel voor de imam als degene die alleen bidt. Als degene die achter de imam bidt. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. Het zeggen van سبحان ربي الأعلى in de sujud. قول بين السجدتين ربي اغفر لي. Tussen de سجدتين in de dua ربي اغفر لي. نعم. قراءة التشهد الأول إذا كان الصلاة فيها أكثر من تشهد. كصلاة الظهر. De eerste التشهد als het gaat om een gebed waarin meer dan één تشهد voorkomt, zoals het dhuhr. نعم. والجلوس له. En het zitten daarvoor. هذه الواجبات والله أعلم. Dit zijn de verplichtingen, والله أعلم.